de eerste helft gaan we kijken van wat vindt die burger daar dan niet van? Van de privacy. En wat doen bedrijven daarmee? Goed, en we gaan daarover praten met een aantal verschillende gasten. Maar we beginnen met een universitair docent internetrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is ook partner van Considerati, dat is een consultancy op het gebied van privacy en ICT. En hij is ook voorzitter van de expertgroep Privacy bij ECP. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Bart Schermer. Welkom. Dankjewel. Ja, ik ken hem, maar hij komt nooit naar mijn programma. Dus ik zei tegen hem van nou, ik moet je eigenlijk op het podium vragen. Dan komt hij tenminste. Want hij heeft hartstikke druk. Hè, van zo'n bedrijf dan moet hij heel veel organisaties adviseren hoe ze dat goed moeten doen met de privacy. Maar ja, je bent van oorsprong jurist. Ja. Straks gaan we het hebben over het privacy onderzoek, wat de burgers ervan vinden. We gaan met bedrijven praten. Maar eerst die regulering. Twee jaar geleden stonden we hier, toen zei Arie van dat die regulering nou eens een keertje goed op orde komt. Wat is in de afgelopen twee jaar op dat gebied gebeurd? Ja, echt dingen waarvan je zegt van nou, dat maakt een echt verschil. Er is een hele hoop gebeurd. Wetten zijn er nog niet echt. We hebben ons in Nederland voornamelijk druk gemaakt over de cookiewet. Waarvan ik me afvraag of dat nou het grote dossier is op het gebied van privacy. Dan kijkt u die pop-opjes, accepteert u deze cookie? Zeg ja. De meeste mensen weten niet waarom. Meldplicht datalekken zou er aan moeten komen, is nog veel over te doen. Maar het grote ding is natuurlijk, dat gebeurt in Europa, dat is de privacyverordening. En dat werpt nu als een schaduw vooruit, ook al duurt het misschien nog een jaar, twee jaar, drie jaar voordat dat ding er is. Ik hoor er vaak dingen over in het nieuws, hè? Recht om vergeten te worden, hoge boetes, weet ik het wat allemaal. Ja, ja, ja. Maar er is dus eigenlijk nog niks gebeurd. Nou, er gebeurt natuurlijk wel een hele hoop in termen van het Europese Commissie heeft een voorstel gedaan, het Europese Parlement heeft daarmee ingestemd. Nu is het naar de Europese Raad, dus de regeringsleiders die gaan er nu naar kijken. Die zijn het natuurlijk weer helemaal niet eens met het Parlement en de Europese Commissie. Die zijn nog steeds niet klaar met erover nadenken. Verwachting is dat met een paar maanden gebeurd moet zijn. En dan moeten alle drie die organisaties dus samen gaan onderhandelen over het definitieve stuk wetgeving. Ja. En dat duurt nog wel even. En zijn er ook bedrijven die zich ermee gaan bemoeien? Die nee, lopen bijna niet. Dat gebeurt helemaal niet. Nee, dat doen ze niet in Europa. Ik denk dat je zeg maar, als je naar Schuman gaat, als je naar het Europees Parlement gaat en naar de Commissie en de Raad, daar staan tentenkampen vol met lobbyisten. Ja. Want dit is het meest belobbyde stuk wetgeving van de afgelopen jaren. Het verhaal is voor het stuk van het Europees Parlement 4000 amendementen. Nou, die zijn 4000 amendementen? 4000 amendementen. Hoe groot is die tekst inmiddels? Kun je dat bevatten? Zo'n stapeltje papier. Okay. En er moet over gestemd worden? En daar is, in het parlement is er over gestemd, dus die zijn in eerste lezing die zijn akkoord. Dus die zijn tot op dit moment dan klaar. Maar ja, nog steeds bij de Europese Raad gebeurt er natuurlijk nog een hoop. Maar als je dat dan ziet, hè, want ik neem aan dat je dat allemaal gelezen hebt voor je werk, maar het is misschien een beetje koffiedik kijken, maar welke maatregel schat je nou het meest realistisch dat je zegt van nou ja, dat gaat eigenlijk wel komen, weet je wel? Dat is onvermijdelijk. Nou, ik denk wat onvermijdelijk is dat we toch op een gegeven moment richting boetes gaan. Okay. Dus nu het verhaal van boetes tot 5% van de jaaromzet van een bedrijf. Nou, of dat het gaat worden, zeg maar, de wat ze noemen de Nelly Kroes-achtige boetes. Ja. Dat weet ik nog niet, maar in ieder geval, privacy is niet meer iets vrijblijvends. Tot op heden is het zo, in ieder geval in Nederland kun je alleen een last onder dwangsom krijgen van het CBP. Mm-hmm. Dus dat is grote voel je niet doen. En dan zeg je als bedrijf of als overheid, sorry, we stoppen ermee, ik pas mijn gedrag aan en dan is het geregeld. Ik zal het nooit meer doen. In de toekomst kan dat dus gewoon in één keer zijn van pats, boem, boete. Ja. Ik denk dat dat wel een stok achter de deur is die gaat komen, in wat voor vorm dan ook. Ja. Oké, okay. Ik weet dat de mensen van het CBP in de zaal zitten. Normaal zeg ik, en zijn de mensen? Maar ja, ben het natuurlijk CBP, dus die zullen nooit zeggen, ja, ik zit er ook. Maar ik weet dat jullie er zijn, dus ik les er vooral over mee. Gezellig. Straks gaan we het publieksonderzoek behandelen, wat door ECP is uitgezet en docentendata is uitgevoerd. 500 mensen zijn ondervraagd over, vindt u privacy belangrijk? En wat doen mensen nou aan veiligheidsmaatregelen? Wie vertrouwen ze? Al dat soort vragen. Maar ja, zoals ze in de Tweede Kamer wel eens zeggen, wetenschap is ook maar een mening. Dus we zijn het zelf ook de mensen gaan vragen op straat. Hier op de Grote Markt. Wat vindt de Hagenees van privacy? Daar gaan we nu even naar kijken. Thank you.
Maakt u zich wel eens zorgen om uw privacy? Nee. Nee, niet, want ik heb het allemaal beveiligd. Ja. Ja. Maak je wel eens zorgen dat je gehackt wordt? Nee, niet echt. Nee, maar het zou wel kunnen. Ja, dat, het zou wel kunnen. Het zou kunnen, maar ik maak er niet echt zorgen over. Bent u wel eens bang om gehackt te worden? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Wat zou er kunnen gebeuren, denkt u? Dan gaat het om, misschien gaat mensen over mijn bankrekening, gaat zo is het, dat heb ik gehoord. Of wat belangrijk is voor mijn leven of zo, weet je. Of iemand kan horen wat ik zeg tegen iemand via internet, via Viber of zo is het. Omdat ik heb gehoord dat... Jawel, ook, ja, er zijn ook programma's over, of er is ook wel eens een hele goede film over geweest, een Nederlandse film, dat je identiteit werd gestolen. Vond ik een heel goede film. Ik denk dat je zonder dat je het weet daar veel gegevens over rondcirkelen. Cirkelt er ontzettend veel rond over je. Ik heb gelukkig geen Facebook. Eigenlijk ook wel een beetje bewust. Je bent zo te traceren op allerlei sites. Je hoeft je naam maar in te tikken op Google. Dus ja, nee. Het heeft veel te maken met dat er veel meer apps gemaakt worden. Dat het wel makkelijk is om een app bijvoorbeeld aan te klikken. Zeker als je niet heel veel met computers te maken hebt. Dan denk je van, oh, ik ga er even op kijken. En dan voor je het weet, deel je jouw persoonlijke gegevens met meerdere. Nou, ik denk dat dat wel best wel eng is, ja. Stel je voor, je hebt een eigen bedrijfje en je bent helemaal afhankelijk van wat jij met je computer doet. Ja. Nou ja, dat jouw gegevens worden misbruikt door... Ja, dat is het. En dat je dan zelf moet bewijzen dat jij dat niet bent geweest Are you worried about your privacy? Yes and no, up to a certain point. When there is something that I'm really worried about, then I try to keep it not online, not on internet. What is your biggest fear, or according to you, the biggest risks online? Oh, let's say stalling your money somehow, because the rest of the privacy, it's not that I put very private things online, like photos or things that can be really private for me. So it's more related to my financial transactions that can be a very huge risk if they get into my accounts, let's say. Maak je wel eens zorgen om je privacy? Nee, eigenlijk niet. Maak je wel eens zorgen om je online veiligheid? Dus dat je gehackt wordt of dat? Nee, ja, daar let ik toch wel op. Dat ik niet alles zomaar download en dat soort dingen. Dus ik let zeker wel op met die veiligheid. Hoe beveiligt u zelf uw computer, tablet en smartphone? Ik heb virussen scannen, altijd, elke dag, zeg maar. En ik heb ook beveiliging in mijn internet. Ja. En hoe? Programma, ja. Weet u welk programma? Ja, ik kan ik niet meer herinneren, sorry. Ja, maar ik heb programma, mijn kinderen heeft dat gedaan voor mij. Ja. Virus, software, dus, bijvoorbeeld AVG of zo, dat is een goede volgens mij. Ik denk op die manier niet je e-mailadres overal opgeven. Ja, daar kan natuurlijk allemaal spam in zitten en zo. Ik doe niks, mijn vader doet het. Ja, bij mij ook, mijn ouders. Geen idee. Ik niet zelf. Ik heb zo'n programmaatje die beveiligt en die mij waarschuwt als er dingen zijn. Maar ik verander ook regelmatig mijn wachtwoord. Maar daar blijft het ongeveer wel bij, hoor. Goed, ja, het was best wel leuk om te doen trouwens, gewoon hier om de hoeken. Dat is dus de mening des volks. Het is niet echt representatief natuurlijk, een grote markt, maar het was wel leuk om te doen. Maar je hebt deze nog niet gezien, hè, van tevoren. Nee. Maar wat is je eerste indruk? Ik denk dat er nog een hoop valt te alert online. Ja, want de ouderen zeggen ja, mijn kinderen doen dat. En die kinderen zeggen ja, mijn ouders doen dat. Dus uiteindelijk doet niemand het natuurlijk. Ja. Nou, wat ik wel grappig vond, het meisje dat in het begin zei, ik heb mijn privacy, ik heb het allemaal goed beveiligd. En toen werd er aan gevraagd, hoe heb je dat beveiligd? Ja, dat hebben mijn ouders gedaan. Ja, uiteindelijk doet niemand dat. Maar oké, dat hebben we natuurlijk ook wat wetenschappelijker gedaan. Centerdata heeft 500 mensen geïnterviewd, een hele batterij vragen. Misschien kunnen we even wat getalletjes laten zien. Ik jas gewoon wat percentages erin. Kom maar door. En als er iets in je opkomt waarvan je denkt, van, nou, ik wil er wat over roepen, dan doen we dat.
De belangrijke vraag die in het begin ook stelde aan deze mensen van, is het belangrijk dat persoonlijke informatie vertrouwelijk blijft? En dan zegt toch 86% van de Nederlanders die zegt, ja, ik vind dat belangrijk. Dus hebben we ook nog een groepje, nee, is niet belangrijk en ik weet niet. Dus nou, echt verreweg meerderheid. Maar ja, als je dan gaat vragen, wat doe je eraan? Wist u internetgeschiedenis? 44%, dat was dan nog de hoogste. Online profiel afschermen voor onbekenden, 38%. Dus je kunt dus eigenlijk op Facebook van 2/3 van de mensen kunt u dus alles zien. Dat is wel leuk eigenlijk. En cookies blokkeren, nou, dat doen we ook misschien 1/3. Browser ingesteld op niet volgen, kennen we bijvoorbeeld bij Google. Incognito doe je dan. Slechts 7%. Ja, ze doen er niet echt wat aan. Ze vinden het belangrijk, maar ze doen niks. Ja. Nou, wat mij daar wel opvalt, is dat je ziet naarmate het wat technisch ingewikkelder wordt. De eerste is zeg maar een mening, ik vind het belangrijk. Nou, dan is het al vrij snel makkelijk gegeven. Ja, internetgeschiedenis, dat ziet iedereen wel voorbij komen. Maar naarmate je verder op de lijst naar beneden gaat, moet je iets meer verstand hebben van hoe je browser en hoe het internet werkt. En je ziet eigenlijk dat incognito browser, niet volgen, do not track. Geen idee wat het is. Maar dit is dus privacy, hè? Dus dat ze niet zien wat jij doet. Hè? Niet gênant is of dat soort dingen, maar doe een trapje hoger. Dan heb je het over veiligheid, hè? Dus dat ze er ook geen gekke dingen mee doen. En dan zie je toch wel iets meer activiteiten. Hè? Beveiligingssoftware, 65%. Je kunt ook zeggen 35%, dus niet. Wachtwoord, 62%. Dus iedere laptop die je pakt, heb je dus 1/3 kans dat je er gewoon in kan. Laat wachtwoord niet onthouden, 44%, dat is ook wel lastig. Beveilig draadloos netwerk thuis, 47. En 19% gaat niet op de open wifi's. Hier hebben we normaal ook altijd open wifi. Maar ja, zoals ik zei, dat mag alleen niet meer van Wilma. Dus dat doen we dan niet meer. Maar dit is slechts 19% bij wie het echt tussen de oren zit. Nou ja, smartphone, tablet. Hè, dan kun je zeggen, nou, smartphone is nog intiemer. Maar ja, zo'n tablet is ook een beetje een feestpartij voor iedereen. Maar goed. De app die leegveegt naar verliest. Kent u dat? Ik zal hem straks wel even demonstreren als we komen bij veiliginternet.nl. Slechts 9% sluit apps af, 43% schakelt locatiefunctie uit, dat je niet gevolgd wordt, 29%. En let ook op de rechten die een app geeft, slechts 1/3 doet dat. Nou, en dan komen we echt een beetje bij zo'n standaardvraag en u zelf zult hem waarschijnlijk ook precies hetzelfde beantwoorden. Leest u de privacyvoorwaarden van online diensten? Ze krijgen zo'n pop-up en dan vertellen ze dat je ze helemaal uitkleden. En als het wat misgaat, is je eigen schuld. Tenminste, als je het goed leest. 20% niet. 60% oppervlakkig. Dat is misschien ook een soort sociale wenselijkheid. Slechts 20% echt aandachtig. Die gaan hem echt lezen. De meeste mensen niet. Maar nou wordt het interessant. Heeft het je ook wel eens weerhouden iets te gebruiken? En er zegt toch 12% dat dat wel regelmatig is voorgekomen. Dus die hebben dat gelezen en die zeggen dan toch van, nou, ik doe het niet. En 2/3 heeft het wel eens gedaan. Dat vind ik eigenlijk best wel veel. Of niet? Ja, of best wel weinig. Hangt er vanaf wat zo'n app allemaal aan je vraagt natuurlijk. Ja. Wat mij juist opviel is dat er dus bij me naar niemand zich uiteindelijk door die privacyvoorwaarden laat weerhouden. Nee, dat is ook alweer zo, ja. Maar hoe komt dat nou? Is het van interesseer mensen niet? Of ja, hebben ze eigenlijk geen keuze? Er zijn een aantal theorieën over. En wat interessant is in de gedragseconomie zijn ze hier echt naar aan het kijken. Empirisch onderzoek naar aan het doen. Wij juristen vinden natuurlijk maar wat over privacyvoorwaarden. Maar wat je daar ziet is eigenlijk dat mensen hebben wat ze noemen begrensde rationaliteit. Ze kunnen maar een bepaalde hoeveelheid informatie opnemen en tot een bepaalde graad de consequenties overzien. Ja, dat heb ik ook altijd. Ja, dus als je die privacyvoorwaarden leest, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja, uw apps worden met geselecteerd of uw gegevens worden met geselecteerde derden gedeeld. Is dat erg? Waarom is dat erg? die schoenen van Zalando die zijn in de aanbieding. Uw gegevens kunnen door worden gegeven aan de overheid in verband met u en onze veiligheid. Ja, maar die schoenen van Zalando die staan er nog steeds. Ja. En dat is wat je ook ziet in die gedragseconomie, is dat mensen kiezen vaak voor het korte termijn geluk boven de langere termijn risico's. Ja. En om een idee te geven, misschien heeft u het onderzoek, het is al wat ouder wel eens gezien. Als je alle privacyvoorwaarden zou lezen waarmee je dagelijks geconfronteerd wordt, dan ben je daar zo'n 200 uur mee bezig. Dus zeg, al uw vakantiedagen zou je dan besteden aan het lezen van privacyvoorwaarden. Ja, leuk! Gaan we natuurlijk niet doen. Dus nee. Je scant het, je hebt een beetje een idee van een bedrijf en je denkt, nou, het is wel oké. Ja. En op, daar gaan de gegevens. Oké, okay, ja. Dan komen we bij wat conclusies die de onderzoekers trokken op basis van data. En wat wel leuk was, we dachten van,
Ja, het is zo abstract, hè? Data, ja, wie dan? Dus we hadden verschillende scenario's gemaakt. Dus bijvoorbeeld een parkeer-app. Je parkeert ergens, mogen ze dat weten, dat je weet waar een plekje open is. En een trapje hoger, belastingdienst kijkt mee, mag dat dan wel of niet. Slimme televisie, hè? Wil je nou reclames die op maat zijn? Wil er nog een, wat was die derde ook alweer? Oeh, dat is een goeie. Nou, vervolg je maar weer. Nou ja, dat doet hij niet toe. Want wat dus bleek, we hadden dus heel verschillende scenario's bedacht. En het maakt dus geen verschil. Weet je, als je kijkt naar de getallen en de soorten reacties. Het was eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde idee van nou, ik wil niet dat ze verzamelen. Maar ja, als er een klein voordeeltje of gemak tegenover is, dan is dat allemaal prima. Dus de conclusies van de onderzoekers was dus, wanneer men door het niet delen van persoonlijke gegevens een voordeel misloopt. Je krijgt geen korting. Trekt dat mensen over de streep. Maar daar komt het. En dat vond ik wel heel bijzonder. Dat als je ze dus een hoge beloning geeft, dan trekken ze terug. He, dus bijvoorbeeld, je krijgt gratis tv erbij. En dan hebben ze echt zoiets van, oeh, nou, dan zullen mijn persoonsgegevens wel heel veel waard zijn. Doe het om mij niet. Dus met die straatinterviews, ik had allemaal stapeltjes en briefjes van 5 klaar liggen. Ik denk van, als mensen niet willen, betaal ik ze gewoon. Ik heb helemaal niet hoeven gebruiken. Ik denk, als ik ze ga betalen, dan willen ze niet meer. En inderdaad, gratis vonden ze het leukst. Nou, dat scheelt weer. Nog zo'n conclusie. Mensen die relatief gemakkelijk persoonlijke informatie vrijgeven, hebben minder aandacht voor de privacyvoorwaarden en de diensten die zij gebruiken. Ja, dan kan je denken dat is een zichzelf bevestigende conclusie. Maar ze hebben de basisbeveiliging weer wel goed op orde. Dus mensen maken toch wel een verschil tussen veiligheid, hè, dus dat je spullen goed beveiligd zijn, en het vrijgeven van personen, die privacy. En dan gaan we nog een stukje verder. Die mensen die meer bereid zijn hun data vrij te geven, je hebt ook meer ervaring op het internet. Ze zijn ook vaak wat hoger opgeleid. En dan kan je heel bruut serieus zeggen, gewoon slimmer. Nee. Ze hebben meer ervaring, dus ze weten daar misschien ook mee om te gaan. En de mensen die echt meteen afketsen van ik wil dat niet, die gaan ook gewoon niet online. Herken je dat? Ja, kijk, ik denk op het moment dat je... Kijk, wat lastig is bij privacy en de bescherming van persoonsgegevens, als er iets mis is, direct een nadeel zie je vaak niet. Dat kan zijn dat het over een hele lange tijd pas gebeurt of in zijn geheel niet gebeurt. Dus ik denk de mensen die veel online zijn, en dat zijn over het algemeen de hoge opgeleide, die maken meer gebruik van internet, kopen meer online, et cetera. Die hebben het vaker gedaan en hebben dus ook vaker gemerkt dat er niet heel veel mis lijkt te gaan. Dus als er niet heel veel mis lijkt te gaan, ja, waarom zou je er dan nog zorgen om maken? Ja. Want blijkbaar gaat het wel goed. Ja. Oh ja, dat was het derde scenario, een online winkel. Een week op bol-achtig ding. Maar dat was dus ook gewoon hetzelfde kwam eruit. Dus bij een online winkel, een parkeerapp en smart TV, dat maakt allemaal niks uit. Nou, dat die hoogopgeleide en die jongeren, die dus wat meer internet ervaren, en met name de oudere vrouwen, die zijn bang voor privacy en die willen, hè, dat, net zoals in het filmpje zagen, geen Facebook hoor. Misschien dat ze dan een hele leven vervelende mannen achter zich aan hebben gehad, dat je dan privacy bewust wordt of zo. Mijn moeder is ook een hele wijze vrouw, die doet het ook niet, dus misschien is dat het wel, dat ze gewoon slimmer en beter en wijzer zijn. Ja, Oké, meer levenservaring is dat het. Nou, kortom, als we dat even heel bruut moeten samenvatten. He, ze vinden het allemaal heel belangrijk, privacy, maar gemak, dat is eigenlijk toch wel belangrijker. En dat merkt ook in die straatinterviews, van wanneer gaat het nou echt mis, waar ben je echt bang voor? Dat het me geld kost. Dus dat je bankrekening gehackt wordt, dat ze spullen gaan bestellen. Identiteitsdiefstal, ik weet niet of je gisteren kassa nog heeft gezien. Ja, daar zijn mensen echt bang voor. En dat ze iets zien, he, die vieze foto, dronken feestjes, ja, boeien. Dat dus de Nederlanders.